dat Microsoft in zijn persconferentie een nieuwe Forza-game zou aankondigen, was natuurlijk totaal geen verrassing. Het is een beetje hetzelfde als om te zeggen dat er een nieuwe FIFA of een nieuwe PES verschijnt dit jaar. En vorig jaar was het de beurt aan Forza Motorsport, dus dit jaar is er weer een Forza Horizon. En hier in dit theater waar de persconferentie was, werd Forza Horizon 4 onthuld. To autumn, a new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere. Horizon is here to stay. Over de gameplay van Forza Horizon 4 kan ik heel kort zijn. Het is namelijk typisch Forza. Nou, wat betekent dat? Forza Motorsport zit altijd al redelijk aan de arcadekant, al is dat natuurlijk nog wel een beetje gericht op de racerij. Forza Horizon is over het algemeen nog veel meer arcade dan Forza Motorsport al is. En voor Forza Horizon 4 geldt dat zeker ook. We reden op een gegeven moment in een sportauto, gewoon dwars over een grasveld heen. Driften, glijden, springen, alles kan. Ja, weet je, ik ken een hoop fans van race games die dat niet heel tof vinden. Maar aan de andere kant, dat is wat Forza Horizon al jaren doet. Dus op zich is het niet heel raar dat Forza Horizon 4 daar geen uitzondering op is. Natuurlijk zijn er wel een aantal dingen wel nieuw aan Forza Horizon 4 en dat begint met de omgeving. En die is eigenlijk best wel een beetje raar, want als je gaat nadenken over de Forza Horizon games, dan waren het altijd bepaalde idyllische bestemmingen, zoals Zuid-Frankrijk of Australië. Plekken waar je je goed kan voorstellen dat je heen gaat als je vakantie hebt. Forza Horizon 4 speelt zich af in Groot-Brittannië. Nou weet ik niet wat jij doet als je op vakantie gaat, maar ik ga juist zo ver mogelijk weg van de regen. Dat is een hele andere invalshoek en dat klopt. Forza Horizon 4 wordt gericht op Forza Live. Hoe zou het zijn als je niet op vakantie gaat naar het Forza Horizon Festival, maar als dat soort van je leven is, als je gewoon een huis hebt, als je een baan hebt. Nou, dat gaat een rol spelen in de game, dat heet ook daadwerkelijk Forza Live. Maar daar hebben we nu nog niks van gezien, anders dan een klein filmpje. En eigenlijk is Forza Live alles wat te maken heeft met multiplayer. Dus hoe je samenwerkt, hoe je met andere mensen racet. Dat wordt allemaal seamless. Je kunt Forza Horizon offline spelen. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je het online speelt. En daar zijn ook een aantal dingen belangrijk bij natuurlijk. Zoals wat gebeurt er als je andere racers tegenkomt en die gaan tegen je aanbeuken. In Forza Horizon 4 zijn alle racers die je tegenkomt in principe altijd ghosts. Tenzij je er zelf voor hebt gekozen om dat niet te doen in een co-op sessie met een vriend. En dan kunnen jullie wel tegen elkaar aanbeuken. En dat vind ik heel fijn, want als er iets vervelend is, dan is het wel als je continu van de baan geracht wordt terwijl je online aan het racen bent. Coming up on the quarry. Maar even terug naar Groot-Brittannië als omgeving, want dat is natuurlijk niet meteen een omgeving waarbij je denkt, yes, daar heb ik altijd al willen rijden. En ik sowieso niet, want ik vind links rijden doodeng. Maar dat is een ander verhaal. Groot-Brittannië dus. Wat Groot-Brittannië speciaal gaat maken, is niet zozeer de omgeving zelf, maar wel de vier manieren waarop je die omgevingen gaat zien. Want Forza Horizon 4 krijgt dynamische seizoenen. Je speelt dus in de lente, in de zomer, in de herfst en in de winter. En de manier waarop het spel speelt verandert totaal. Je kan natuurlijk wel nagaan dat een auto heel anders reageert als je op ijs of sneeuw rijdt of in de lente, als het vaker regent, zul je vaker een nat wegdek hebben. Nou, in de zomer heb je natuurlijk prima grip. Maar in de herfst liggen er weer blaadjes. En op natte plekken worden die blaadjes een beetje glibberig. Dus je kunt nagaan, elke keer dat je Forza in een ander seizoen gaat spelen, speelt het anders. Nou, die seizoenen die wisselen per week. Tenminste, als je online speelt. Als je offline speelt is dat ook zo. Maar dan baseren ze die seizoenen op de interne klok van je console. Ja, die kan je natuurlijk aanpassen. Dus als jij de seizoenen wil versnellen, dan zou je je klok vooruit kunnen zetten. Maar goed. Laten we er even van uitgaan dat je dat niet doet en dat je dus per week meegaat met de seizoenen. Wat is nou het leuke? Als je Forza Horizon wel eens gespeeld hebt, dan weet je dat exploring op een bepaalde manier beloning oplevert. Je kan bijvoorbeeld auto's vinden of je vindt speciale opdrachten, easter eggs, dat soort dingen. Stel je nou voor dat er ergens een meertje is waar je in principe niet overheen kan met je auto. Maar in de winter natuurlijk wel, want dan ligt dat meertje dicht met ijs en dan kun je een bepaald eilandje bereiken. En op dat eilandje vind je dan een race die je op geen enkele andere manier had kunnen spelen dan in de winter daar naartoe rijden. Nou, Forza Horizon 4 belooft boordevol met dat soort verrassingen te zitten. Een ander puntje aan Forza is dat het er meestal best mooi uitziet. En Forza Horizon 4 is daarop geen uitzondering. De game ziet er prachtig uit, loopt ook goed. Er is een 60 frames per seconde modus die voor Xbox One X is. De resolutie die je dan overhoudt is nog niet helemaal bekend. Daar zijn ze nog een beetje mee aan het spelen. Als je nu op PC speelt is het natuurlijk een non-issue. Als je PC sterk genoeg is kun je natuurlijk gewoon 60 fps en nou ja, wat je maar wil aan resolutie.
Een ander dingetje dat me opviel in de graphics is het oog voor detail. Als je bijvoorbeeld in de zomer rondrijdt, dan zul je zien dat de schapen zijn geschoren. En in de winter hebben ze dan juist een dikke vacht. En zo zit het Britse landschap eigenlijk vol met dat soort dingetjes. In de zomer, ja, dan rij je eigenlijk door een droomstadje. Dan is het blauwe lucht en nou ja, zo goed als een zomer in Groot-Brittannië kan zijn, zeiden ze er grappend bij. Terwijl in de winter rij je eigenlijk door een soort van... ja, omgevingen die niet zo op een kerstkaart zouden kunnen. Kortom, veel aandacht besteed aan hoe de game eruit ziet. Niet alleen de auto's, maar ook de omgevingen. Microsoft brengt Forza Horizon 4 op 2 oktober uit. En op dat moment zullen er meer dan 450 verschillende auto's in het spel zitten. En motoren en minstens één hovercraft.